Ja, ik merkte dat er iets met me aan de hand was zo rond de jaarwisseling. Ik was een aantal weken behoorlijk moe. En ik kwam erachter dat ik een knobbel boven mijn linker sleutelbeen had. Een behoorlijke bobbel ook wel. En ja, dat vertrouwde ik niet helemaal. En nou, toen even met mijn vrouw overleg gehad. Van, ja, maar, ja, wat zou het kunnen zijn? En die zei uiteindelijk ook van ja, misschien als na de vakantie je toch maar eens gaan melden bij de huisarts. En kijken van wat er precies met je aan de hand is. Ja, uiteindelijk ben ik door de huisarts gebeld. En die zegt, ja, we hebben de klier weggehaald. En het ziekenhuis heeft onderzoek gedaan wat er precies met je aan de hand is. En toen bleek ik kanker te hebben. Ik bleek een hele uitzonderlijke vorm van tilbalkanker te hebben. Een vorm waarbij ik zwervende cellen in het lichaam had die daar weer uitzaaiingen zijn gaan vormen. En ik moest een van de zwaarste chemotherapiebehandelingen ondergaan die de medische oncologie te bieden had. Ik had een bloedtransfusie nodig omdat de chemotherapie niet alleen de kwaadaardige cellen in je lichaam aantast, maar eigenlijk alles in je lichaam aantast. Dat betekent dat ik bij de vierde kuur enorm hard achteruit ging. En de artsen aangaven dat als ze niet gingen ingrijpen, ja, dat ik daadwerkelijk die afgrond in zou vallen. En het lichaam eigenlijk het niet vol zou kunnen houden om door te gaan met de chemotherapie. Ja, ik heb in totaal 4 zakken bloed gekregen tijdens de laatste chemokuur. Ja, ik merkte wel dat ik de bloedtransfusie kreeg, omdat je bent in die kuren zo verschrikkelijk moe dat juist door dat bloed krijg je in één keer weer wat meer energie, wat meer kleur op je gezicht ook, wat meer weerstand. En ik voelde ook echt wel dat iets met mijn lichaam deed. En dan is het ontzettend gaaf en fijn om te ervaren dat er zoveel mensen in Nederland zijn die dat bloed afstaan, zodat andere mensen beter kunnen worden. En ik vind dat een prachtige manier om iets voor een ander te kunnen doen.